Na 200 jaar sluit binnenkort een oer-Nederlands bedrijf haar poorten. De Niemeyer Tabaksfabriek was decennia lang een belangrijke werkgever in Groningen. Maar roken is al lang niet meer gezellig of stoer. Het aantal rokers neemt snel af en dus verdwijnt de fabriek uit de stad. Zo, dan pak je been kwijt. Na vele tijden van niet gerookt te hebben, doe je mij een plezier om dit even te laten roken. Ja, heerlijk. De jongens doen nog steeds een goede job. Dit is een van de hoogtepunten van deze dag. Zonder meer. Een tabaksmelange is te vergelijken met een componist van muziek. Een melange bestaat uit 24, 25, 26 soorten tabak uit 16 verschillende landen. Dat doe je dus om diverse soorten te mengen om te vermijden dat je kwaliteitsverschillen krijgt van het ene jaar naar het andere jaar. Want de tabak is heel afhankelijk van de weersomstandigheden waaronder het verbouwd wordt. Het is vergelijkbaar met de druif voor een wijn. Exact. Maar als jij een fles wijn koopt en je koopt een bepaald château, dan verwacht je dat het ene jaar anders is dan een andere. Maar als jij ieder jaar een pakje Samson koopt, hè, Samson is jouw halsvaar merk en dat rook je graag, dan wil jij een constante smaak hebben. Meneer Rijnvis, nou hebben we er even in het bedrijf overal bordjes zien hangen dat je hier niet mag roken. Dan zie ik u toch ineens een sigaret opsteken. Hoe komt het dan? U bent hier dus momenteel op de monsterkamer, oftewel de inkoop ruwe tabak, waar dus gerookt moet worden, beroepshalve. Beroepshalve? Beroepshalve. Dat wil zeggen dat op deze monsterkamer worden dus alle tabaksoorten ingekocht. En uiteraard moeten ze dus allemaal beproefd worden. Dat wil zeggen, ze moeten dus ingedeeld worden in de diverse melanges. Betekent dus dat u hier voor uw beroep de hele dag aan de sigaretten staat te trekken? Niet de hele dag uiteraard, want dat zou geen mens vol kunnen houden. Hoeveel sigaretten rookt u nog? Dat ligt er helemaal aan hoeveel monsters er uiteraard binnenkomen. Het zal gemiddeld ongeveer 30 à 40 stuk zijn. Bent u nog niet bang, het gevoel hebben we allemaal als rokers wel eens, een beetje ongerust dat u er wel eens een beetje ziek van zou kunnen worden? Nee, helemaal niet. Want het is namelijk helemaal nog niet bewezen dat de mensen er ziek van zouden kunnen worden. En daarbij komt dat ik persoonlijk nog nooit geen last gehad heb van een rokershoesje of wat dan ook. Rookt u over de longen? Beroepshalve niet, 's avonds wel. Kijk, en dit is dus tabak die wij heel graag voor check willen hebben. Want het is mooi elastisch, soepel en ook een hele mooie mahogany kleur. En deze tabak die zal zoet, kruidig roken en ook ruiken in de aroma. Dat is ook belangrijk natuurlijk, de sidestream aroma. Maar dit is een heel mooi checkblad is dit, ja. Past heel goed ook in de Javaanse jongens mild. Ja. Daar staan ze. Met onderaan het zandblad. Uiteraard het dichtst op het zand. Met erboven het voetblad. Vervolgens het middenblad. En tenslotte het topblad. Stuk voor stuk zo'n 2 meter hoog. En zo gaan ze. Van onder naar boven worden ze geplukt. De zon, de tropische zon, doet bij dat alles het voornaamste werk. En na de controle op kleur en kwaliteit gaan ze in waaiers van gelijke lengte naar de verpakking. En de karakteristieke balen gaan de lange reis beginnen van de tropen naar bijvoorbeeld Nederland, dat op het gebied van tabaksproducten een wereldfaam bezit. Het centrum van de tabakshandel in Nederland is Amsterdam. Hier bij de makelaars komen de verschillende fabrikanten om de tabak te keuren, te kiezen en te kopen. Men keurt zoals dat heet op kleur en geur en op de brand. Makelaars speelden een hele grote rol. En toen het reizen ook wat gemakkelijker werd voor de inkopers van de diverse bedrijven, werden ook de landen van oorsprong bezocht en werd ter plaatse een selectie gemaakt van tabak en werden de prijsonderhandelingen daar gedaan.
Als tabakinkoper bij Niemeyer trekt Toxopeus, gewapend met zijn videocamera, jarenlang de wereld over. Via Kentucky en Brazilië naar een veiling zoals hier, in het Afrikaanse Malawi. Tabak wordt bij opbod verkocht. Naast Toxopeus bieden ook concurrenten Van Nelle en Douwe Egberts mee. Na Afrika gaat het verder, richting het Midden-Oosten en Azië. Ik heb nooit vroeging gehad omdat ik in de tabaksindustrie gewerkt heb. Ik heb een fantastische tijd gehad. Ik heb een geweldige tijd gehad. Ja. 20, 30 jaar geleden, als je op een verjaarsvisite was en je vertelde dat je bij Niemeyer werkte, dan was men daar sprak je met trots over. Dat is natuurlijk wel veranderd. En als ik een zoon zou hebben, die zou ik geen carrière wensen in de tabaksindustrie. Want waarom niet? Nou, omdat ik denk dat we weten allemaal dat roken toch niet het... Roken is niet gezond. Dat heeft Niemeyer al in een heel vroeg stadium ook bekendgemaakt. Sinds 1971 zijn er in Nederland sigaretten in de handel die arm zijn aan nicotine en teer. In november 1972 lanceerde de sigarettenfabrikant Niemeyer bovendien het zogenaamde stippenplan. Daarbij zou de sigarettenverpakking voorzien worden van een etiket waarop één of meer stippen staan die het teer- en nicotinegehalte aangeven dat aansprakelijk zou kunnen zijn voor het ontstaan van longkanker of hartkwaal. Hoe minder stippen dus, hoe minder risico, suggereert de fabrikant. Hoe reageerde de concurrentie op dat stip? Die vonden dat niet zo prettig. Waarom niet? Nee. Nou, men was erop tegen dat wij, zeg maar, toch dit soort karakteristieken, kenmerken van het product, nicotine, gebruiken als een communicatiemiddel met de consument. En daar waren zij dus het niet mee eens. En ik denk omdat wij... Is dat niet simpel gezegd, baalden zij ervan dat jullie überhaupt bespreekbaar maakten dat roken schadelijk was? En ze ergerden zich waarschijnlijk ook aan het feit dat wij dat als een communicatietool gebruikten. En wij hadden met Roxy dus op een gegeven moment 9% van de markt, hè, van de Nederlandse markt. Dus het heeft wel gescoord. Want het klinkt zo paradoxaal. Je probeert meer sigaretten te verkopen en de manier waarop je dat doet is door tegen de consument te zeggen, het is schadelijk. Ja. Nou, het woord schadelijk hebben we natuurlijk nooit als consument, als fabrikant gezegd. We hebben het instrument van die stippen gebruikt. Maar we hebben niet gezegd, 3 stippen is schadelijker dan 1 stip. Nee, natuurlijk niet. Zo hebben wij niet gecommuniceerd. Want het gebruik van de term schadelijk, daar moest je van wegblijven. Nee, dat woord kenden wij niet. Dodelijk? Dat woord werd toen niet gebruikt. Maar we erkenden natuurlijk wel dat het niet gezond was. Is dat misschien wat prettiger gezegd, niet gezond? Ja. F4BT, this is of course the cream of the cream. This is costing quite a lot of money. Zelden sprak iemand in een rechtszaal zo bevlogen over Shek. Hoofdinkoop Toxopeus van Niemeyer werd regelmatig afgeremd door de rechter in zijn verhandelingen over recepturen, melanges en tabaksoorten. De rechter probeerde zich te beperken tot de centrale vragen. Wat wist Niemeyer van de gezondheidsrisico's en wat werd en wordt toegevoegd aan de Samsung-check? Worden er middelen toegevoegd die het verslavender maken? Nee, absoluut niet. Het verslavende karakter, dat zit. Het verslavende is de tabak zelf, hè, die nicotine die in de tabak zit. Want daar draait het om in de zaak die 2 rokers hebben aangespannen tegen de firma. De vrouw en de man zeggen dat ze niet wisten dat roken hun gezondheid kon vernielen. Nu zijn ze zwaar gehandicapt. Verder werd uitvoerig ingegaan op de vraag of Niemeyer aan zijn checks stoffen toevoegt die mogelijk een tabaksverslaving in de hand werken. Het zijn stoffen die volgens EG-richtlijnen mogen, betoogde de Niemeyer-topman. Maar wat zou een middel zijn dat je toevoegt om het verslavender te maken? Behalve zoetigheid of smaakmakers? Wat zou je toevoegen? Ammonia? Dat doen we dus niet. Nee, absoluut niet. En dat is een misvatting geweest. Kijk,
die rokers die zo gehecht waren aan ons product... Ja, daarvan heb ik ook tegen de mevrouw Kagen gezegd, de rechter. Dat komt door de kwaliteit van de mensen in de fabriek. De melangeur, de mensen die het maken. Dat is de kracht van ons merk. Uw betoog was, we zijn gewoon heel goed in wat we doen. Inderdaad. Ja, dat is, maar hoe werd daarop gereageerd? Ja, een beetje lacherig natuurlijk. Eentje per 3 uur zou ik best aan kunnen, ja. Lekker. Heerlijk. Ik werk 36 jaar bij Niemeyer. 35, waarvan 2 jaar ziek geweest. Ik weet niet hoeveel Jack nou kost, weet ik niet eens. €14 voor een pakje. Wauw! Echt? Nee, ik rookte geen check. Nee. Alhoewel je zelfs in de auto krijgt. Sigaret in de mond. Ja. En maar sturen en zo stoer als ik ben. En als ik dat nu zie, dan denk ik, oh, wat aso. Ja. Toen wij de wegenopleiding kregen, ja, het was net een kippenhok. Ja. We zaten met z'n zessen, want het werk wat wij deden was handmatig. Hè? We moesten wegen, de check... 50 gram. 50 gram. We moeten een goede handgreep hebben. Dus je pakt dan een pluk, die weeg je, en dan doe je er wat bij en dan gooi je. Het mag wel 48 of 52, dat is wel goed, ja. Maar... 50 gram in elk geval moet gewogen worden. Ze zaten meer dan 30 jaar aan de lopende band in de fabriek van Niemeyer. Boya Tetelepta Polnaya en Betty Kakinisa. Het lijkt saai en eentonig werk. Maar daar denken deze vrouwen heel anders over. Je moet alle dagen zitten, hè? Maar we gaan tussendoor altijd zingen... Of ja, radio staat soms aan en dan met z'n allen zingen. Nou, het is altijd wel leuk. We vervelen ons niet. Nee. Nee, het was gewoon gezellig met collega's. Wat werd er gezongen? Ja, van alles. Maakt niet uit wat. Of het zijn Molukse liederen, als ze met z'n zessen allemaal Molukse vrouwen zingen. Nou, dan wordt het een happening. Sinds de jaren 50 werken er steeds meer Molukkers bij Niemeyer. Velen van hen wonen hier, in het voormalige doorvoerkamp Westerbork. De eerste generatie, zij die net in Nederland zijn aangekomen, hebben nauwelijks een opleiding gehad en spreken geen Nederlands. Er was een man, Oomon Pieter, meneer Pieter, een Molukse man. Ja. Ja, door hem konden de Molukkers van de eerste generatie aan het werk bij Niemeyer. Ja, want hij kon heel goed Nederlands, hij heeft een Nederlandse school gehad. Dus hij heeft heel veel mensen geholpen van de eerste generatie die weer aan het werk kunnen gaan. Bij Niemeyer. Bij Niemeyer. Vanaf het moment dat de ruwe tabak de fabriek binnenkomt, komen er praktisch geen mensenhanden meer aan te pas. Behalve in de strekkerij waar het werk voornamelijk door een groep Ambonezen gedaan wordt. En door hun bekendheid met tabak en door de vrij hoge temperatuur in deze afdeling vinden ze dit prettig werk. Mijn vader heeft daar gewerkt. Eind jaren 60 was hij begonnen. Hij werkte bij de tabaksvoorbereiding. Ja. Dan kwamen ze met zo'n grote pakket tabak. Ja, allemaal. En dan wordt het losgehaald. En dan werd het op de band gelegd. Ja. En dan moeten ze slaan om het zachter te maken. Hè? Ja. Ja. En die afdeling was echt... Heet. Heet, warm. Toen ze hier kwamen hadden ze toch niks. Dus voor hun is dat... Ja, we doen gewoon ons werk. Tot een pensioen, hoor, hebben ze nog gewerkt, hoor. En toen kwamen wij later. De tweede generatie kwam later. Mijn eerste loon was 900 gulden. Nou, ik was hartstikke blij. Ik zei tegen mijn pa, je krijgt een winterjas van mij.
Mijn eerste loon. Nou, zoveel geld. Ja. Dus we gingen elke maand, bijna elke maand, naar Amsterdam om te shoppen. Sociaal. Zo stond de firma in Groningen bekend. Decennia lang werd er van alles voor de medewerkers georganiseerd. Uitjes, sport, activiteiten om de onderlinge band te versterken. Bowlen. Ging ik één keer per maand met collega's bowlen. Ja, bedrijfsbowlen van Niemeyer. Ja. Dat werd ook georganiseerd. Het was heel leuk. Als je ziek bent, dan zijn ze ook heel vaak gauw op bezoek, hè? Dan krijg je een fruitman, van alles. Ja, van alles. Ja, dat is Niemeyer. Dit zijn beelden van een bedrijfsuitje in 1946. Een uitgelaten gezelschap op reis naar Emmen. Voor een dagje Noorder Dierenpark. Uw man leeft niet meer. U heeft hem wel op de fabrieksvloer leren kennen. Het is dan een boer uit het platteland. Dus ik dacht, nou, weet nog niet. Het is niet echt van... Boom! Nee, dat niet. Het, langzaamaan begint het gewoon te groeien. Laat ik het zo stellen. En toen werden jullie een Niemeyer-stelletje. Ja. Ja, er zijn heel veel, hè, bij Niemeyer, hè, die stelletjes worden, ja. Liefde op de werkvloer. Ja. Liefde op de werkvloer. De laatste gegevens zijn de volgende. Er zitten in de trein nog 40 à 45 reizigers, waaronder een klein aantal... kinderen. Is er op dit moment nog geen teken van leven van de kant van de kapers? Bij mij is er geen enkel teken van leven bekend. En u hebt net gehoord dat de minister van Justitie gezegd heeft dat ze hun eisen ook nog niet hebben bekendgemaakt. In 1977 dringt de kaping van een trein tussen Assen en Groningen door tot op de fabrieksvloer. De gijzelnemers zijn Molukkers. En Boya en Betty hebben het gevoel dat sommige collega's hun de actie aanrekenen. Het was wel een spanning. Ja, er moet niks verkeerds gezegd worden. Want wij staan echt, wij werden ook heel agressief of wat dan ook. Maar... ze hebben het wel zo gehouden dat het wel rustig bleef, zeg maar. Ja. Dat we dus onderling toch wel met elkaar moeten. Dus het was wel een moeilijke periode geweest. Want jullie waren allemaal verdacht. Ja, nou ja, goed. Was Molukkers, hè, die trein kaapten. Ja, dus ja. Dus dan hebben jullie het allemaal gedaan? Ja, zoiets. Kun je het wel benoemen, ja. We schakelen nu over naar collega Peter Meijers. Die staat op enige afstand van de gegijzelde trein. Peter. Wat er in de trein gebeurt, dat laat zich raden. Het heeft geen zin om clichés te gebruiken, want die zijn al versleten. Laat ik me beperken tot de feiten. In 47 uur tijd hebben de gijzelaars en de gegijzelden precies een portie broodjes en wat koffie binnengekregen. Klopt het dat Niemeyer zei, het is beter dat jullie thuis blijven? Ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Want we waren niet op onze werkplek. Nee. Ze hadden wel begrip, denk ik, hoor. Ja. Niemeyer. Maar die voelde ook de spanning natuurlijk. Ja, natuurlijk. De spanning voelden we wel. Tegelijkertijd speelt er nog een gijzeling... die op een basisschool in Bovensmilde. De school ligt pal achter het huis van Betty. Meer dan 100 kleine en grote kinderen zijn vanochtend wakker geworden op school. In Bovensmilde, voor de tweede dag gegijzeld door Zuid-Molukkers... voor een niet te verwezenlijk ideaal... en de bevrijding van collega's die al eerder met geweld... maar zonder succes dat ideaal hadden nagestreefd. Hele Molukse wijk was afgezet. We konden nergens naartoe. En de panzerwagens stonden bij de hoeken van de straten. Alsof het hier oorlog was toen.
Hoe is dat in die weken daarna gegaan? Sommige collega's die konden het wel... Wel begrijpen. Ze konden het wel begrijpen, onze situatie. In 2007 komt aan de carrière van beide weegsters voortijdig een einde. Omdat de vraag naar Shaq steeds verder afneemt, zegt het bedrijf te moeten reorganiseren. 126 banen worden geschrapt. Ja, je was boos, teleurgesteld. Tuurlijk was je boos. Ja, en dat verdorie, we hebben hier van alles opgebouwd en nu moet je vertrekken. Ja. Je dacht dat je gewoon oud tot je pensioen kon werken. Maar ja, zoals je zegt, tijden veranderen, andere tijd. Nou, ja, wij waren boventallig. Wij konden vertrekken. We zijn te duur. We waren te duur, hè? Ja, best wel. Hey, waar is dat lipje? Het is trouwens niet Risla, dat maken wij ervan. Rie Lacroix is het wat er staat. En je vormt dus al het sigaretje in het pakje. Beetje uitbreiden. Nou, en dan erin plooien. Klaar is Kees. Zo, dit pakje ben ik kwijt. Rol ze zelf. Dat is het werk voor den fijnproever. Voor hem die de geur en smaak van Virginia tabak op prijs weet te stellen. En van zijn sigaret geniet. Rol ze zelf met de hand. Met het matje. Of met een rolapparaat. En neem daarvoor prima tabak. Shaq is de ritueel. Het ritueel van het rollen. He, met je handen in het pakje zitten. En het is ook zo, als iemand vraagt, mag ik een Shaqje van je roken? Dat doe je niet zomaar. Want hij zit met zijn vingers in jouw product. En dat is een heel andere wereld dan even een sigaretje uit een pakje roken. Het schudden en iemand het geven. En dan moet je wel verstand hebben van je markt, hoe je daarmee omgaat. Mijn eigen vader was echt de baas. Zo werd hij ook gezien in het bedrijf. Hij was de baas. Ja, meneer Niemeyer, in een oud winkeltje als dit is het 150 jaar geleden, dacht ik, allemaal begonnen. Wat ik u wilde vragen is dit. Kunt u ons bij benadering zeggen hoeveel personeelsleden uw bedrijf op dit moment telt? Het bedrijf, zeg maar, internationaal heeft op het ogenblik ongeveer tussen de 1050 en 1100 mensen die er werken. Juist. De tabakindustrie gaat natuurlijk heel veel geld in om. En het is geen arme jongensbusiness. Is dat ook wat u zich herinnert van uw eigen jeugd? Dat het een comfortabel, luxe leven was? Vergeleken met anderen, ja zeker. Ja. Maar wij liepen absoluut niet ermee te koop, de familie. Dat doen de Groningers sowieso niet. Als je het gedrag van de Groningers vergelijkt met het gedrag wat ik in het Gooi kende. En daar kwam ik eigenlijk mee voor het eerst in aanraking toen mijn opa er is gewoon. Ja, veel meer laten zien. Wat zag u daar? Ja. Een voorbeeld, dure auto's. Mijn vader heeft nooit in een dure auto gereden. Nee. Vond me niet nodig. Je kon er wel miljonair zijn, maar je bleef wel gewoon een Groninger. Ja, en ik ken er nou in Groningen een aantal van. Harmen Niemeyer behoort tot de zesde generatie van de Niemeyer-dynastie. Zijn oud-overgrootvader Meinert begint in 1819 een winkeltje in koloniale waren. Mijn bedovergrootvader Meinert, die handelde behalve in tabak, die fabriceerde toen ook al tabak, ook in koloniale waren, zoals dat toen heette. Spisserij, koffie, thee. En dat waren dus allemaal producten die van overzee kwamen. De plek waar de winkel was, was een mooie plek. En de Nieuwe Ebbingstraat was in die tijd een hele belangrijke invalsroute voor de mensen die van het platteland naar Groningen kwamen. Er kwam veel verkeer langs.
Door andere tabaksfabriekjes in de stad op te kopen, groeit het bedrijf snel. In 1903 laat Niemeyer een grote fabriek bouwen. Dan nog aan de rand van de stad. Als de oorlog uitbreekt in 1940, komt aan de groei abrupt een einde. Roken gaat op de bom. Veel Groningers proberen zelf tabaksplanten te laten groeien. Niemeyer wordt gedwongen om voor de bezetter te gaan produceren. Sommige aspecten hebben wel frictie binnen de familie veroorzaakt, ja. Ja. En ik denk dat het ook best eerlijk is om te zeggen dat mijn opa natuurlijk in een beetje in een spagaat kwam. Want aan de ene kant moesten we produceren voor de Duitsers. Een aantal fabrieken in Nederland moesten. En mijn opa wist van de jonge mannen naar Duitsland. Dus hij had veel te veel mannen in dienst in het bedrijf. Hij had altijd de een of ander smoes waardoor hij ze kon vasthouden. Om te voorkomen dat ze op transport gaan. Maar daarna sprak ik dus wel met de, ja, hoe noem je dat, de Gauleiter, de plaatselijke Duitse burgemeester. En sommige mensen hebben hem dat kwalijk genomen. Dat hij niet duidelijk een kant koos. En in de familie was dat er ook. En dat heeft het schisma veroorzaakt. Terwijl de grootvader van Harmen Niemeyer regelmatig wordt gezien met nazi's, is een van zijn zonen actief in het verzet. Willem Niemeyer zamelt geld in voor ondergrondse acties en bonkaarten of voedsel voor onderduikers. Hij wordt eind 1944 opgepakt, afgevoerd naar concentratiekamp Neuengamme en vermoord. Het contact van opa Niemeyer met de nazi's zal hem nog lang worden nagedragen. Groningen is wel een beetje apart, hè? En er zijn mensen die kunnen heel vervelend met je gaan afrekenen zonder te weten hoe het was. En hoe merkte hij dat? Hij had er geen zin aan, is weggegaan. En mijn vader runde het bedrijf en het bedrijf verder heeft er totaal geen last van gehad. Het werd op de man gespeeld. Dit is Groningen. Dit is nou Groningen. Stad van het Hoge Noorden. Na de oorlog gaat ook Groningen mee in de wederopbouw. Een delegatie zakenlieden komt onder leiding van minister van Economische Zaken Jelle Zijlstra een kijkje nemen. Het Polygoonjournaal doet verslag. De genodigden werden met autobussen door de stad geleid, waarbij ze zich een indruk konden vormen van Groningen zoals het leeft en werkt. Een stad waar nieuwe industrieën zoals deze houtplatenfabriek zich vestigen, maar waar ook van ouds bekende bedrijven zoals de aardappelmeelfabrieken zich handhaven. Groningen is ook het centrum van een welvarend zuivelgebied en schiep voor het groeiend aantal inwoners riante nieuwe woonwijken. De enige stad in Nederland, zoals de commissaris vertelde, die een standbeeld heeft opgericht voor het paard en niet voor de ruiter. En ook de tabaksfabriek krabbelt in de jaren 50 snel weer op. Een jaarproductie van duizenden tonnen tabaksartikelen voor meer dan 100 landen bezorgt een der grootste bedrijven van Groningen een belangrijke plaats op de wereldmarkt. Toen het bedrijf zijn 150 jaar bestaan, 1969, toen werden we dus koninklijk. Prins Bernhard was daarbij en dat is een hele show geweest. En daarna is mijn vader kamerheer geworden. En hij had altijd erg goed contact met Juliana. En ik kwam weer thuis en zei, het was gezellig met haar. Dan liep ik ergens met haar en zei hij, meneer Niemeyer, waar kunnen we een peuk roken? En dan dook ik zijn kamer en dan gingen ze roken. Want zij was een grote paffer hoor, Juliana. Trouwens, onze huidige koning rookt ook, heb ik begrepen. Ja. Midden jaren 70 verkoopt de familie haar laatste belangen en komt het bedrijf in buitenlandse handen. De nieuwe eigenaar zet stevig in op het merk Roxy Duol, dat, ironisch genoeg,
de verstandige sigaret wordt genoemd. Roxy Dual, een gouden gedachte. Als u teer en nicotinearm wilt roken. De budgetten voor marketing en reclame zijn enorm. Nee! Nee! Hey, kraai! Heerlijk, je ziet er fantastisch uit. Rutger, is dat lang geleden. Wat een tijd. Kwijt. Ton, mag ik voor jou 3 sling in Shanghai? Ja? Harmen Niemeyer richt zich in die jaren op de marketing van Samson Shack. In termen van de fabrikant, het merk voor de dwarsligger. In de tijd dat de sigarettenreclame hier begon, was het sterk gericht op de Amerikaanse sfeer. En Shack is typisch een Nederlands product. In die tijd, in de begintijd, de belangrijkste landen voor Shack waren Nederland en Noorwegen. En pas later in de tijd dat de studenten en de jonge mensen gingen afzetten tegen de gevestigde orde, dus ook het soort roken, die mensen gingen naar de Shackmarkt. Want sigaretten was de gevestigde orde. En met Shack identificeerde je met wat? Ja, mensen die anders wilden. Kleine Jan in een Formule 1 en dat nog geen 2 weken na het behalen van de Europese titel in de Formule 3. Op een gegeven moment wordt Samson de sponsor van Jan Lammers. En dan denk ik, de checkroker, dat was toch de student, de provo. Hoe paste dat bij Formule 1? Ik heb het direct, echt wel direct gezegd, ik ben het er niet mee eens. Het past, zoals je zelf omschrijft, niet bij het profiel van de checkroker. Het kost gigantisch veel geld. En als je er niet gigantisch veel geld stopt, dan loop je alleen maar achterin te racen. En ik weet niet of dat zo goed voor je beeld is. Dus dat was, nou, dat was ook na 2 jaar afgelopen. U vond dat een ongelukkige keuze? Ik vond dat een ongelukkige keuze, ja. Want waar past een merk als Samson beter bij als het om sport gaat? Nou, motocross. Als de man van de kerftabak. Ach. Alle marketing is verdwenen, er is niets meer van te zien. Nee. En dit in Australië staat er helemaal niks meer op. Ja, heel klein merknaam, maar verder is blanco. Maar ja, zo is het. Ja, joh. Het is, ja. Daardoor zal het roken zeker teruglopen. Maar ietsje serieuzer, blik. Waar stond de Piet Heijnstraat? Hier recht voor je. Ja, vanaf daar begon de straat in feite. Gewoon voor het linker deel van de straat. En je had nog aan de rechterkant, daar stonden ook nog allemaal huizen. Dus het was hier zo'n beetje dat de straat was en met beide kanten bewoond. Keurige huizen, waren echt keurige burgermanshuizen van vlak voor de oorlog. Het is 1972 en de fabriek draait op volle toeren. In Nederland en ver daarbuiten wordt nog volop gerookt. En dus is het tijd voor uitbreiding. Maar om een nieuwe hal te kunnen bouwen, moeten er eerst meer dan 100 huizen in de Piet Heijnstraat tegen de vlakte. En de aardige nuance is misschien ook dat hoe netjes het ook was. De wc was op het balkon, dus 's winters was de boel bevroren. Dan moest je iets anders proberen te regelen. Toilet op balkon? Ja, zelfs op balkon. Ja. Dus je ging, houten... Ja, je gaat dus het balkon en je ging de deur uit in de keuken. Dan had je balkon, dan had je rechts de deur en dan was het wc die was buiten. Ja. Ja. Bert Middel woont in die tijd in de Piet Heijnstraat. Hij is student, lid van de Partij van de Arbeid en een trotse Groninger. Mijn moeder was een Friese. Oh, erg is dat. En daarom moesten wij thuis wel Nederlands spreken. Oh, erg is dat. Erg is dat. Zijn strijdmakker heet B. Keizer. Ook hij woont in de straat, studeert en is actief voor de CPN.
Wij hadden gemeenschappelijk dat we in de straat woonden. Ja. Wij waren Groningers, stad Groningers. Ja. En we hadden hetzelfde belang. Maar er was in die tijd was er een paradoxale, ja, een haat-liefdeverhouding tussen CPN en Partij van de Arbeid. Dat is ja, eigenlijk nog steeds. Dus, en, ja. En B was een hard-die communist in die tijd. En stond hij ook bekend. En ik was voorzitter van de Partij van de Arbeid in Groningen. Veel te gematigd dus, natuurlijk was, in zijn ogen. Nou, nee, dit is het manco van links is dat als ze zich moeten verenigen, staan ze soms tegenover elkaar. Hè? Dus wij hadden, er was, zo voelde ik dat wel bij B althans, er was enig wantrouwen ook naar de intenties. Terwijl het ons gewoon die straat ging. Maar toen wij eenmaal een jaartje met elkaar samenwerkten, heb ik daar niks meer van gemerkt. En andersom, als u kijkt naar... Nou, de Partij van de Arbeid altijd onbetrouwbaar natuurlijk. Daarom is hij nu lid geworden, hè, van de Partij van de Arbeid. Hè? Weet je dat? Al heel lang. Ik was er even voor discussie over de binnenstad straks in de Forumbeurs. Komt hij ook om 3:30? Misschien wel. Ja, goed. Is een stencil. Komt u de Forumbeurs straks? Ja. Gezellig, koffiewinkel. Mooi, met BMW. Ja. Mooi. 3:30. Ben je oké? In de stad is een links college aangetreden. PvdA, CPN en PPR beloven een nieuwe manier van besturen. Wethouders en raadsleden gaan de straat op om mensen uit te nodigen voor een debat over het herstel van de binnenstad. Het Groningse Politiek College bracht een heleboel vuurwerk. De gesloten deuren waarachter wethouders sinds mensenheugenis over het wel en wee van de stad beschikten, worden opengebroken. Vertrouwelijke mededelingen rollen vanuit de Kamer van BMW de Groningse straten op. En de burgers laten het bestuur niet meer over aan de wethouder. En tegen deze achtergrond gaan Bert en B namens de bewoners van de straat de barricade op. Ze organiseren acties en inspraakavonden en trekken schouder aan schouder op tegen het grootkapitaal. Nadat we het een en ander geregeld hadden, kwamen een paar oude mensen aan de deur die met een bosje bloemen kwamen om die jongens die toch wel heel erg hun best hadden gedaan te bedanken. Dat vond ik wel heel mooi. En dan moet je zien hoe we er toen uitzagen. Haar tot hier en overal haar. Maar ja, het ging goed. Ondertussen speelt Niemeyer het hard. De directie zet het college onder druk. Wanneer de fabriek niet mag uitbreiden, dreigt het bedrijf de stad te verlaten. En zo staat een links stadsbestuur voor de keuze tussen betaalbaar wonen of arbeidsplaatsen. Er werkten 900 mensen. Ja. Het is maakindustrie, hè? Dus, en er waren ook andere bedrijven al in de stad die onder vuur lagen. Agrinol en nog een paar andere. En die werkgelegenheid was een heel belangrijke factor. Maar dat was een spijkerhard dreigement. Spijkerhard. Ja. Tegelijkertijd gewoon, het was een grote fabriek met meerdere vestigingen in de stad. Dus als die echt eruit ging, dan werden een heleboel mensen werden werkloos. De raadsleden hadden ontzettend veel moeite met wat er zou gebeuren hier zo. Maar de wethouders, het college, hè, dus het linkse college, ging gewoon om. Onder druk van die werkgelegenheid. En toen was het voor ons een politiek feit. Wij konden er niks meer aan doen. En toen hebben we dus gezegd, we moeten er alles uit kunnen slepen wat eruit te slepen valt. Groningen groeit in deze jaren vooral naar buiten. Rond de stad verschijnen de wijken Weijert-Zuid, Selwert en Paddepoel. De binnenstad lijkt vergeten en is hard toe aan renovatie. Goede woningen zijn hier schaars. Toch moet de uitbreiding van de fabriek, koste wat het kost, doorgaan. Nu ze toestemming hebben voor de sloop, wil Niemeyer zo snel mogelijk beginnen. Wie moet vertrekken, wordt uitgekocht. Hoeveel werd ervoor betaald? Heel veel. Maar veel meer dan de marktwaarde op dat moment. Ging nog in guldens, hè? Ja, veel meer dan de marktwaarde. Ja. Waarom deed Niemeyer dat? Nou, die wou die straat hebben. Rust. We wilden natuurlijk geen gedoe, we wilden geen acties. En we wilden ook geen gekraak, want die huizen konden niet meteen worden afgebroken. En daarom hebben wij die stichting opgericht om die huizen dan zelf in beheer te nemen. Eind 1972 gaan de huizen in de Piet Heijnstraat tegen de vlakte. Hoe groot is het verlies dat het bedrijf nu verdwijnen gaat? Als het weg zou gaan,
in termen van die tijd was het heel duidelijk wat er zou gebeuren als een fabriek met 900 mensen uit Groningen weg zou gaan. Dat zijn 900 gezinnen. En de toeleveranciers. Hè? Er zit natuurlijk heel veel omheen. Hè? Dat is een sociaal drama, economisch drama. Je spreekt nu in een heel andere periode. Je kunt het absoluut niet met elkaar vergelijken. De hele tabaksindustrie is in een andere daglicht komen te staan. Een ongezonde toestand. En dat scheelt ook. Daardoor is ook de omzet is naar beneden gegaan. Met Roxy is geen bekend merk meer. Samsung ook niet echt eigenlijk. Dus dat is behoorlijk teruggelopen. Maar ik vind een aardige paradox wel, als ik dat woord dan mag gebruiken, dat de stank of de geur van Niemeyer, want Niemeyer ruik je namelijk overal hè, in de buurt. Aan de ene kant vonden mensen dat vreselijk, want de fabriek stonk. Je rookt dat, hè, die drum tabak en de sigaretten. Tegelijkertijd werd het ook gemist als het er niet was. En als mensen dan weg waren geweest, we ruiken het weer. Hè. Dat was een hele dubbele houding eigenlijk. En ik moet zeggen dat ik nou weinig ruik op dit moment. Niks? Nee. Precies. Hij staat uit? Ja, precies.